Hey, hallo. Morgen is het de dag van de fotografie, maar omdat we morgen iets anders tekenen, wou ik vandaag eens met jullie een fototoestel gaan tekenen. Of misschien wel attributen die een fotograaf nodig heeft. Dag van de fotografie. Teken je weer mee? Ja, morgen is de dag van de fotografie. Dus ik dacht, laten we eens een camera tekenen. Nou, er zijn natuurlijk allerlei vormen van camera's. Dus laten we eens beginnen bijvoorbeeld met een oude camera. Oude camera's die waren vrij recht en strak. Nou, lijkt helemaal niet zo bijzonder. Zo. Hier een flits in een zwart balkje. Hier zat een kijkgaatje ook nog. En zo. En dan was dit zeg maar een zwart balkje zo. En hier zat dan een flits. Even zo tekenen. En hier stond dan het merk. Een Agfa misschien. Daar leek deze wel een beetje op een Agfa camera. Zo, en had je hier nog een koordje zo, dat je hem in je nek kon hangen, zeg maar. Zo. Ja, dit is dan de, zeg maar, een Agfa-camera. Heel retro, nu, zeg maar. Hier zit ook nog zo. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog gewoon een spiegelreflexcamera. Zo. Handvat om hem vast te houden. Merkje. Wat instelknopjes. Zo. Ja, dat is niet helemaal synchroon. Nou, goed. Ik kan hier ook nog een extra batterij onderhangen. Zo. En hebben we een beetje de spiegelreflexcamera idee. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende camera's. Je had ook nog de Polaroid camera. Die bestaat trouwens ook weer. Die kan je nog steeds kopen. Ja, beveiligingscamera kan natuurlijk ook. Nee, maar het is de dag van de fotografie. Morgen. Morgen is de dag van de fotografie, maar morgen hebben we een ander onderwerp. Want het is morgen ook nog de dag van de orang-oetang. Dus we gaan morgen een orang-oetang tekenen. Dus dacht ik, nou, dat doen we vandaag, de dag van de fotografie. Wat heb je nog meer bij fotografie? Wat dacht je van zo'n parapluutje om het licht te weerkaatsen? Dat is vaak, of zo'n kap, zo'n lichtkap. En die kan je dan ook nog op een statief zetten, zo. Of een softbox. Ja, softbox, dat is het eigenlijk, hè? Een softbox. Er zit een lamp in en dan, dit is een scherm met, waar dan de lamp achter zit. Waardoor je een diffuus licht krijgt, zeg maar. Softbox. Dat is wel een goede, zo'n softbox. Nou ja, natuurlijk ook het parapluutje voor de reflectie. Oh, ik zie al, dit is dit is schoonheidsprijs voor een parapluutje, Maarten. Nou. Ook vaak is die dan, zo'n parapluutje is vaak dan weer van zilverfolie. Ja, wat kunnen we nog meer verzinnen?
Ja, probeer zelf nog wat te tekenen met foto of iets met wat met camera's te maken heeft. En dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen.